Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Nu vrijdag komt FIFA 23 uit. En ja, ik heb zo'n beetje een plannetje gemaakt waarin ik eigenlijk ga zien hoe ik mijn ultimate team ga doen. Eerst een beetje een slokje nemen, want ik heb dorst. Dus, we gaan starten met een RTG. Een RTG met alleen maar onverhandelbare spelers. Oké, de eerste video. Daar starten we met spelers met een maximum rating van 83. Waarom ga ik dat zo doen? Zodat we toch iets hebben om naar te werken in de volgende video. Maar onverhandelbare walkouts mogen ook in het team gezet worden als we die dus pakken. Als we onverhandelbare Messi of zo pakken, mogen die in het team zetten. Maar dan moet hij op de positie blijven staan waar dat hij nu op staat. Dus als op centrale middenvelder is dat daar ook. Welkom backpacks en pre-order packs worden in de eerste FIFA video geopend. Wat wil ik daarmee bedoelen? Dus de welkom backpacks, die dat ik krijg als ik terug inlog op FIFA. En de pre-order packs, die dat krijg ik voor het pre-orderen van FIFA 23 op de PlayStation. Die gaan we dus openen in de eerste FIFA video. Die dat tevens ook volgende week dinsdag online komt. Nieuwe weeks, 1 speler uit pre-order pack. Van laagste rating tot 78 rated. Op de bank en in 10 potjes maximum 3 keer invallen. Wat wil ik daarmee bedoelen? Dus als je een lage rating hebt tot 78, mogen ze op de bank zitten. Maar mogen in 10 potjes dat ik speel, maximum 3 keer invallen. Dus 3 potjes invallen. Van 78 rated tot 81 rated. Dus dat is wel een beetje verder. Op de bank en in 10 potjes maximum 5 keer invallen. Dus van de 10 potjes mag je er 5 invallen als het echt niet gaat. Van 81 rated tot 84 rated op de bank en in 10 potjes maximum 8 keer invallen. Dus als je op de bank zit en je zet een 81 tot een 84 rated team of the week, mogen je op de bank zitten, maar in 10 potjes maximum 8 keer invallen. Dus 8 potjes van de 10 invallen, dus dat is al meer dan de rest. Vanaf 84 rated basisplek en op de exacte positie die er op de kaart staat. Dus de exacte positie die je hebt op de kaart, en daar komt het te staan. Vanaf de derde week van FIFA tot aan team of the year ga ik geen packs openen. Waarom ga ik dat niet doen? Dan hebben we toch een heel recent pack klaarstaan voor bij team of the year. Bij volledig team of the year ga ik een stream doen op zaterdagavond, waarin ik alle packs open. Dus bij volledig team of the year, volledige 11 plus 12 man. Ik ga dus alle packs openen die ik dan heb klaargezet voor bij Team Rier. Mocht ik genoeg sterren hebben, dus er is een nieuwe game mode ook uit bij FIFA 23. En dat je ook sterren kunt verdienen met aantal spelsituaties te spelen, doe ik ook zo'n pack open met sterren in het midden van de stream. Wat wil je daarmee bedoelen? Dus als ik genoeg sterren heb, doe ik ook een pack open met sterren in het midden van de stream. Het doel van een RTG is om geen spelers aan te kopen voor in het team. Dus het wordt een volledige untradable RTG. Zelfs geen verhandelbare spelers in mijn team zetten, want die worden direct doorverkocht om coins te maken voor SBC's te doen enzovoort. Dus enkel spelers aankopen voor SBC's. Dus als ik bijvoorbeeld de marquee matchups wil doen, moet ik dus enkel spelers aankopen en mag geen untradable spelers vanuit de club gebruiken. Dus ja, wat wil ik daarmee bedoelen? Ik mag geen untradable spelers gebruiken in SBC's. Ik moet enkel spelers aankopen die dus in SBC's mogen komen. Mocht ik ondertussen ook nog een special pack krijgen, doe ik die ondertussen wel open. Waarom doe ik die open? Als het een special card is van een promo, dan mag ik die toch open doen in een video. En dus als ik bijvoorbeeld in het seizoen meer packs ga krijgen, moet ik die ook altijd storen in de store voor toch mijn packs te kunnen open doen bij Team of the Year. Dus bij volledig Team of the Year gaan we dus mijn packs open doen die dat er klaar staan. Kan een heel recent pack zijn, kan heel weinig pack zijn, maar die gaan we sowieso openen op een zaterdagavond. Dat gaat, ik weet niet hoe laat worden, 5 uur of zo denk ik. Maar dat ga ik nog aankondigen bij een volgende video. Een paar weken op voorhand. Highlights uit verschillende potjes worden getoond in de video. Wat wil je daarmee bedoelen? Als ik bijvoorbeeld 40 potjes speel op een dag, worden zeker van 10 potjes highlights in de video's gestoken. En ja, dan wil ik dus mee bedoelen dat ik elk potje ga proberen een highlight op te nemen. Lukt het mij niet, dan
lukt me niet, maar ik ga proberen elk potje een highlight in de video's te steken. Is een mooie goal, is een offside dingen, wordt altijd in de video dus gedropt, in de video geëdit. Dus dat is zo'n beetje mijn plan voor RTG dit jaar. Ik weet het, ik heb een Belgisch account, dus ik heb sowieso al RTG. Maar ik kan nog een stapje verder. Ik ga geen spelers aankopen in mijn team zetten. Ik ga spelers pakken. En als je een walkout bent, mag je sowieso al een team. Als je dus de eerste packs... Bij de eerste packs ga ik sowieso zien, als je een walkout bent, mocht je in het team. Zet je geen walkout, mag je ook in het team. Als je goede links hebt bij... Allee, als je van die diamantjes krijgt bij je naam, allee, bij je kaartje, mag je sowieso in het team. Dus. Ik wens aan iedereen van jullie een heel leuk FIFA-jaar toe. Ik hoop dat ik zelf ook... heel veel de packluck heb. Ik wens het aan ieder van jullie ook toe, de packluck. En ja, dan zien we elkaar bij de eerste FIFA-video. Nu vrijdag weet ik niet wat voor een video dat ik ga droppen. Maar we zien elkaar bij de eerste FIFA-video van dit jaar. Van deze FIFA. En dat is volgende week dinsdag. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronaldo Dylan. En volgende week dinsdag eerste FIFA 23 video op mijn kanaal. En ja, ik hoop dat we direct starten met mijn banger. Mijn naam is Ronaldo Dylan. Ik zie jullie, guys, in de volgende video weer. Bye bye!